Hey guys, what's up met jullie? Het is familie Denzel en we zijn terug met de nieuwe video voor jullie. Op onze social media hadden we gevraagd naar een paar vragen. En ja, jullie hebben allemaal vragen gesteld en we zullen reageren op die vragen in deze video. Yes, en we willen jullie allemaal bedanken voor de abonnees. Zeker. Blijf zeker abonneren, blijf het delen op je social media's. En let's get into the video. Onze eerste vraag voor vandaag is, wat is jullie volledige naam en hoe oud zijn jullie? Mijn naam is Tijiani Diante Denzel en ik ben 21 jaar oud. Mijn naam is Ridisa Maaga Sushanga Adelaar Denzel. We houden het gewoon op Denzel. Ik ben 27 jaar oud. Yes. Onze volgende vraag was, wat zijn jullie hobby's? Mijn hobby's zijn voornamelijk lezen, zingen, ik hou van ontspannen, dus gewoon Netflix kijken en gewoon relaxen. Soms hou ik ervan om gewoon niks te doen en gewoon tv te kijken, Netflix, ja, that's it. Yeah. Ik heb ook niet heel veel hobby's. Tekenen is wel zeker mijn hobby, ik hou van tekenen. Architect heb ik gestudeerd, maar ik heb het even aan de hoogte gezet. En misschien mijn tweede hobby zou dan gamen. Ja. Het is niet echt een hobby, maar is een hobby. Ja, als er niets is te doen, dan ga ik wel liever gewoon gamen. Ik hou ook van lezen hoor, maar het is niet nummer 1. But okay. Yes, onze derde vraag is, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Hoe was jullie eerste ontmoeting en was je man of vrouw vriendelijk? We hebben elkaar op het werk ontmoet. Ik zou niet zeggen ontmoet. We liepen elkaar voorbij. Nou, we hebben elkaar ontmoet. Is dat een ontmoeting? Nou, eigenlijk niet. Is het geen ontmoeting? Ja, we liepen nou, elkaar voorbij. Nou, eigenlijk wel, baby. Het is een ontmoeting. We hebben elkaar daar voor het eerst gezien. Klopt. Oké. Ja. Ja, oké. Okay. En mijn shift was klaar. Haar shift zou net beginnen, dus ze liep voorbij. En natuurlijk ben ik moe, maar mijn ogen waren niet zo moe. Dus ja, daar is het gebeurd. Daar is het allemaal gebeurd. Totdat ik in haar shift ben gegaan, want ik dacht, ik ga niet meer in mijn shift werken. Ik ga een beetje switchen van shift om te kijken hoe die shift werkt. Maar en ze was inderdaad vriendelijk. We hebben ook niet echt rechtstreeks gesproken. Ik heb met haar gesproken via een andere collega van mij. Dus ja. Ja. Wat zeg jij? Ja, that's it. Ik heb echt niks eraan toe te voegen. We hebben elkaar gewoon ontmoet op het werk. En de eerste ontmoeting, ja, dat was gewoon op het werk. Maar ik kon me heugen. Ik weet precies toen ik al voor het eerst zag. Ik draaide me zo om. Ik dacht, huh? Ik dacht, huh? Wie is dat? Nog nooit gezien. Dus ja. echt waar. Alright, our next question. Wat maakt jullie relatie sterker? Ik denk wat bij ons onze relatie sterk maakt is het feit dat we bespreken alles met elkaar. Klopt. Dat vind ik hoor, dat ons sterk maakt. Als jij met iets zit, dan vertel je het me gewoon, ook al neem je daar een dag over of 2 dagen, je vertelt het tenminste en dat is ook bij mij. We zijn gewoon heel open naar elkaar toe. Als er iets is, we communiceren gewoon erover. Ja, we vertrouwen elkaar. We bespreken heel vaak dingen met elkaar. Vooral dingen die we bijvoorbeeld, waarmee we zitten. Dingen die ons zeg maar nog steeds hinderen in onze huwelijk. Of ik zou niet zeggen hinderen, dat is een sterk woord. Maar ik zeg dingen waarmee we nog steeds te kampen hebben. En dan bespreken we het gewoon. We vermanen elkaar op een heel goede manier. Ja. En ik denk dat onze relatie, ik denk niet, dat maakt onze huwelijk sterker. Ja, klopt. En wat we ook deden in het begin, voordat we getrouwd waren, was echt bijna elke avond wanneer we gingen, of voordat we echt gingen slapen, gingen we met elkaar praten over hoe onze dag was, hoe we ons voelen. Ik vroeg en jij vroeg ook wel van oké, moet ik iets verbeteren aan mezelf? Klopt. Waar zit ik mee of waar zit jij mee?
Dus ja, dat eigenlijk. Nu doen we het wel minder. Althans, laat maar zeggen, we doen het niet in de avond voor we gaan slapen. Ja, we praten nu gewoon overdag over precies, alles. Juist. Dus dat is het zo'n beetje. Ja, that's it. De volgende vraag. Hoe wisten jullie dat jullie goed waren voor elkaar? Mijn vrouw is een heel slimme vrouw. En de manier hoe ze sprak, de manier hoe ze mij behandelde, het was like bingo. Ze is goed voor mij al, snap je? Zo zag ik het. Ik weet niet wat zij zag, maar ja, heb ik antwoord gegeven op die vraag? Hoe wist ik dat jullie waren voor elkaar? Ja, ik heb niet echt antwoord gegeven, maar ik wist het gewoon. Is dat een antwoord? Ik ja, het klinkt zo cliché. Iedereen zei, ja, ik wist het gewoon. No, it is. Snap je? Ik wist het gewoon. When you know, you know. When you know, you know. Ja, ja. Ik had geen vlinders in mijn buik, dat niet. Maar die, we klikten gewoon in één keer. Maar je hebt nooit vlinders in je buik. Ik heb misschien vleermuizen. Vleermuizen, baby. Of ja. Dad? Ja. We don't have butterflies. We hebben geen vlinders. Baby, dat zijn vleermuizen. Oké, okay, misschien vliegende dingen. Like, vliegende. We hebben geen vlinders. Niet cute vlinders. No. We have birds. We have birds. We have... Yeah. Oké. Wat zeg je nou? Hoe wist ik dat hij goed was voor mij? Ik ga niet voor je liegen. Het klinkt gewoon een beetje cliché, maar God sprak gewoon echt met me. Want ik weet nog, toen ik hem voor het eerst zag, you know, qua uiterlijk vond ik hem een hele mooie jongen, nog steeds. Maar bepaalde dingen, you know, ze lagen mij niet zo lekker. Maar you know, de Heer sprak gewoon tegen me van... Ik heb een hele grote plan met hem en jullie zijn gewoon een perfecte match. Geef hem een kans. Ik ga jullie gewoon gebruiken. En I was like, okay, Lord, is goed. Dus zeker. Dat was het eigenlijk. Dat was het. Okay, 3. Volgende vraag. Hoe lang heeft het geduurd voordat jullie in het huwelijksbootje zijn gestapt? Wij hebben elkaar ontmoet in eigenlijk november 2019. En daarna hadden we dus een relatie tot nu. Ja, wat zeg nee, je? Tot we getrouwd waren. Dus hoe lang heeft het geduurd? 2 jaar. 2 jaartjes? Ja? Ja, ik zou wel zeggen 2 jaar. De jaar daarna werden we verloofd. Dus eigenlijk ook een jaar. In november werden we verloofd. En de jaar daarna zijn we getrouwd. Ja. Ook in november. Dus het is in de jaar 2 jaartjes. 2 jaartjes. Dus een jaar relatie, een jaar verloofd en daarna getrouwd. Ja. Toch? Ja. Klopt. Ja. Yes. Onze volgende vraag is, wat vinden jullie het mooist aan jullie huwelijk? Ik denk dat we die vraag al een beetje hebben beantwoord net. Nee, dat was gewoon like, wat maakt onze relatie sterker? Oké, okay, maar ik denk dat het veel verschil zal maken op mijn antwoord. Want dus wat maakt... Jullie huwelijk, laat maar kijken, wat vind je het mooist aan jullie huwelijk? Dat we met elkaar kunnen, dat we alles met elkaar kunnen bespreken, dat we elkaar vertrouwen, dat we van elkaar houden, dat we elkaar de liefde tonen. En ja, dat vind ik zeker het mooist en dat is ook belangrijk in een huwelijk, dat je je partner de liefde kan geven die zij of hij nodig heeft en ja. Yes. Wat ik mooi vind aan ons huwelijk is het feit dat we beide gewoon de Heere zeg maar dienen. Zeker. Dat vind ik mooi. Zeker. Het feit dat we beide van God houden, dat we beide van Jezus houden. Zeker. Maar ook het feit dat we inderdaad alles met elkaar kunnen doen. En dat we niet zonder elkaar kunnen. Weet je soms, ik weet nog, nu is het wel ietsje minder, maar ik weet nog in het begin zo, als ik alleen ging naar de winkel, ik voelde me gewoon leeg. I was like, oh my god, I miss my husband. Nu soms nog steeds, wanneer ik alleen ergens naartoe ga, I feel like, you know, there's a part of me, like, I left behind. Maar dan ben je gewoon thuis aan het gamen. Ja, dus dat. De volgende vraag is,
Hebben jullie tegenslagen als getrouwd koppel? En wat voor tips kan je meegeven wanneer je tegenslagen hebt in je huwelijk? Ik geloof dat elk getrouwd koppel tegenslagen heeft, zelfs niet getrouwde koppels. Ik denk een tip wat ik kan meegeven is, praat gewoon met elkaar en leer elkaar begrijpen. Ik weet niet of je nog kan heugen. We waren toen aan het wandelen volgens mij bij mama en we spraken over... Het gaat niet om bijvoorbeeld dat we gelijk moeten hebben, maar het gaat erom dat we elkaar moeten begrijpen. Begrijp jij wat ik zeg? Klopt. Dat is heel belangrijk dat je je partner kan begrijpen. En je moet een luisterend oor hebben. Ja. Maakt niet uit hoe of wat. Je moet gewoon kunnen luisteren naar wat je partner te zeggen heeft. Ja. En daar begint het al. Als je niet wil luisteren naar je vrouw of je man, dan kan het helemaal fout aflopen. Want jij wilt alleen gelijk hebben. En ja, die twee gaan niet samen. Je kan niet... En sowieso in een huwelijk, je moet nooit vechten voor ik gelijk. Wil gelijk ja, hebben. Klopt. Zolang je daarvoor vecht, jullie hebben beide verloren. Dan heeft de vijand gelijk, laat me het even zo te zeggen. Want we moeten niet vergeten, een huwelijk is echt iets heiligs. Hè? Het is iets wat God heeft samengesteld. En het moment dat je gaat vechten van, oh, ik heb gelijk of jij hebt gelijk, dan heeft gewoon de vijand gelijk. Klopt. Dus nooit heb je gelijk in het huwelijk. Je moet elkaar gewoon leren begrijpen. Begrijp ik wat hij mij probeert te zeggen? En begrijpt hij wat ik probeer te zeggen? Dat is het beste. Next one. The next question. Hoe voelt het om getrouwd te zijn? Ik heb een vrouw. I have a wife. Hoe voelt dat? Heerlijk. Heerlijk. Ik kom van werk en ik weet gewoon, ik ga naar huis, ik ga naar mijn vrouw. Ik ga ergens mijn hoofd luchten, ik ga er vertellen over hoe die mensen op werk mijn hoofd willen vullen vandaag. Dat is gewoon mijn ervaring. Maar hoe voelt het om getrouwd te zijn? Heerlijk. Heerlijk. Het is Gods genade over onze leven. En ik kan niet veel zeggen, het voelt gewoon heerlijk. Je voelt je... You've completed something in life. You've achieved a goal. Dus, yes. Dat is gewoon wat ik ervan vind. Ja, voor mij is het een zegen om getrouwd te zijn. Mm-hmm. Het is een voorrecht. Ik ben blij. Ik ben gelukkig. Met jou. En huwelijk is geen grap. Dat heb ik echt geleerd. Ja. Huwelijk is echt geen grap. Dus mensen die iets hebben van, oh my god, ik kan niet wachten tot ik getrouwd ben, is heel leuk. Sure. But it's not a joke. Je moet echt, ik zeg altijd, marriage is not for the weak. Wanneer ik mensen vroeger hoorde praten over, ja, mijn man dit en huwelijk dit, dacht ik echt van, jij hebt gewoon ongeluk met je man of zo, of met je vrouw. Alvast kan ik me dat niet voorstellen. Maar nu ik er zelf in ben, kan ik me wel voorstellen wat ze zeg maar bedoelen. Je moet echt sterk zijn, je moet wijsheid gebruiken. Klopt. Je moet letten op wat je zegt, letten op je woorden. Klopt. Je maakt ook niet alleen je eigen keuzes. Eigen, ja. Zie je wel? Ik ga niet van je liegen, dat is echt moeilijk voor mij. Want bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, als je iemand bent en je woont alleen. En later heb je gewoon een man, je hebt jaren alleen gewoond en je hebt daarna een man. Gaat het moeilijk voor jou zijn van, oké, ik kan niet meer de keuzes maken voor mezelf. Je gaat moeten bespreken, oké, willen we deze bank hebben of willen we een andere bank? Maar ik wil geen zwart en jij wilt wit. Oké, hoe gaan we dat compenseren? Jullie zien het al, hè. Ja, hiermee dealen. Ja, dus dat. Maar overal is huwelijk een zegen. En I'm good. We good. Alright, ben ik nu? Yes. Oké, volgende vraag is, hoe worden de taken verdeeld? Want sommige mensen vinden dat vrouwen dit moeten doen en mannen dat moeten doen. Hoe worden de taken verdeeld bij ons? We hebben nooit onze taken verdeeld. Ik doe wat ik moet doen en zelf wat ik niet moet doen, doe ik. Ik was gewoon af. Ik doe alles in het huis. Ik doe vrouwentaak zoals mannentaak. Ja. En ik weet niet of het goed is, maar ik denk het wel. Yes. Het is gewoon, Gianni is gewoon een best wel schoonmaakfreak. Like, ik hou van schoonmaken, maar niet zoals Gianni. Ja, ik word wakker, ik maak schoon, ik ga weer slapen. Is gewoon, ik doe echt mijn taak als huis. Als man is het belangrijk om je taak te doen. Je moet je leidersmantel zeker dragen als man. En
die taak moet je als eerst doen voordat je die andere taken gaat doen. En ja, natuurlijk, ik zit er nog steeds mee soms. Maar ik probeer toch mijn taak te doen als man en daarna doe ik de rest. Dus hoe worden onze taken verdeeld? Onze taken zijn niet echt verdeeld. Ja, we hebben niet iets van, jij gaat naar werk, komt thuis en je zet je voeten op de bank en ik breng eten voor je en that's it. Hij was niet af, maakt niet schoon, kook niet niks. Nee. Ik was sowieso af, ik kook en al die dingen. Maar als ik bijvoorbeeld iets zeg van, babe, ik ben moe of ik voel me ziek. Yes. Tuurlijk, dan gaat hij dat gewoon doen. Maar het is niet dat, dat we er echt zo op hameren van, jij hebt je mannentaak, ik heb mijn vrouwentaak. Hij doet nog steeds wat hij moet doen als man. Ik doe wat ik moet doen als vrouw. Maar we helpen elkaar. Uiteindelijk ben ik jouw helper, zoals de Bijbel dat zegt. Ja. En that's it. En overal, hij kookt super lekker, dus ja. Ja, eigenlijk is dat mijn taak. Ik moet alleen de kip maken. Zij maakt rijst. Zij kookt rijst en groente. Ik moet kip maken, dus is wel een taak. Hè? Ik ga sturen. The next question. Tips hoe om te gaan met ruzies. Als man zou ik toch zeggen, ga niet op je vrouw in. Yeah. Ze praten veel soms, echt waar. Het moment dat je ziet dat ze een ruzie wilt starten, ontwijken. Ga gewoon rustig zitten of reageer niet. Of doe gewoon alsof je niet gehoord hebt en dan zeg je, huh? Ze zegt het niet voor de tweede keer. Trust me, she don't. I've tried it. Tips, wat voor andere tip heb ik? Mannen zijn heel snel in het nadenken als ze antwoord moeten geven. Dus als je ziet dat ze een ruzie wilt starten, think real fast and just go the other way. Like, zeg gewoon iets dat er sprakeloos gaat maken. She's gonna be like, waarover praat jij? En dan zijn jullie klaar met ruzies. Dat is mijn tip. Ik weet niet, of wat voor tip heb jij? Je tips slaan nergens op, dat is één ding wat ik wil zeggen. Ik gebruik ze en ze werken altijd, want geloof me. We hebben niet echt ruzies gehad, we hebben meningsverschillen gehad. Dus ik gebruik mijn techniek en het werk. Ja. Ja. Nee, ja, mijn tips. Heb jij tips? Laat me jouw tips horen. Misschien helpt het mij. Oké, mijn tips. Inderdaad, we hebben nooit echt ruzies. Het zijn meningsverschillen die we hebben. Ja. Mijn tip vanaf een vrouws perspectief. Wanneer je ruzies hebt. Ja, jullie hebben ruzie. Maar mijn tip is... Ik wacht, want ik wacht nog steeds. Ik wacht nog steeds op jou. Wacht, laat me denken. Zie je wel? Let me think. One hour later. Je hebt ooit getipt, zou ik een vrouwspersoon kunnen geven? Dat moet ik wel kunnen. Om stop dat voelen. You don't cut that the word. Oké, nee. Oh mijn god, ik kan gewoon niet op mijn tip komen. No. Ik weet alleen, de Bijbel zegt het ook van, wees traag van spreken en snel van het luisteren, volgens mij, zegt de Bijbel. En dat is wat ik eigenlijk doe. Voordat ik iets verkeerds ga zeggen, denk ik er gewoon over na. At the cap. Ik slik gewoon, ik hou mijn mond, want ik heb liever dat ik gewoon stil ben en mijn mond hou, wijsheid gebruik, dan dat ik bijvoorbeeld iets ga uitspreken wat niet goed is, in de zin van, you know, dat ik de vijand een soort van open deur geef. Waarom lach je zo? Ja, omdat soms is ze niet rustig. En dan zegt zij juist iets en dan moet ik rustig zijn. But you're right. Deze dagen is ze wel rustig. Ze zien alle rust. Thank God for that. But, is niet altijd zo. Bro, I've tried though. volgende vraag. Is het een verplichting om als christen eerst te trouwen voordat je kinderen krijgt? Mijn antwoord is, het is geen verplichting, maar het is wel een principe. Zeker. Verplichting is iets wat je moet doen. Ja. En God heeft ons een vrije wil gegeven, weet je. Ik zou zeggen, het is gewoon een principe die God heeft gelegd van, je moet eerst trouwen.
of het is beter voor jou om eerst te trouwen en dan kinderen te krijgen. En de Bijbelvers 1 Korintiërs 7 vers 9 wil ik daaruit halen. Papi, wil jij het voor me lezen? In 1 Korintiërs 7 vers 9 staat, maar als je dat te moeilijk vindt, is het beter om te trouwen. Want het is beter om te trouwen dan om niet te trouwen en aldoor aan niets anders dan seks te kunnen denken. Oké, okay, dus basically zegt de Bijbel hierin dat het beter is voor ons om te trouwen dan te zondigen. Dus dan te denken aan seks of dan seks te gaan hebben met iemand. Dus is het een verplichting? Ik zou zeggen nee. Een verplichting is iets wat je moet doen. Het is een Bijbelse principe. Een principe is een regel dat jou gegeven is hoe je moet leven. Dus ik zou zeggen, het is een principe en het is beter voor jou om eerst te trouwen en dan kinderen te krijgen. Mijn verhaal zal ik sowieso nog delen, want ook ik heb een kind gekregen voordat ik getrouwd ben. Ik geloof dat het heel veel mensen zal inspireren en ophelderen qua mijn eigen ervaring. Zeker. Yes. Mooi gezegd. Thanks, baby. Mooi gezegd. De volgende vraag was, hoe liet jij jouw man bekeren? Ja, ik liet hem niet bekeren. Hij was sowieso nou. Hij was niet bekeerd. Hij had al een relatie met de Heer. Alleen niet zo sterk als hoe het bijvoorbeeld nu is. Yes, yes. Mijn verlangen was sowieso groot. Ik wilde sowieso de Heer dienen. Altijd. Maar mijn vrouw heeft me zeker die push gegeven. En wijzer gemaakt. Waardoor ik nu God in mijn leven heb en ja, dat is het zo'n beetje gewoon. Ze heeft me niet overtuigd, zeg maar het was ook een wil van mij, als ik het zo maar zeg. En ja, dat is het gewoon. God is good. The next question is, how is it to be parents en hoeveel kinderen willen jullie nog in de toekomst? Ah, mijn vrouw wil de 11. Ik wil heel veel kinderen. Ik wil gewoon een groot gezin. Ik wil het liefst eigenlijk 11 of zo. Of 8. Maar ja, oké. Ik moet niet overdrijven. Ik moet niet overdrijven. Ja, ik wil 4. 4? Ja, maar jij wil 11. Ik wil 4. We worden samen 15. We hebben al 1. Dus is min 1. Dus 14. Dus nog 14 te gaan. Ja, 3 maal drieling. En gewoon een paar losjes. No, ik wil zeker wel een tweeling. Maar ik heb al een zoontje nu. Dus ik wil nog zeker 4. Dan weet ik dat ik een rond getal heb 5. Yes. Maar mijn vrouw wil nog een paar erbij. Dus die tellen we gewoon op. Yes. En hoe is het om papa te zijn? Ik hou heel veel van mijn zoon. Ik weet niet waarom vaders wegrennen. Daarvoor, maar om een vader te zijn, is echt een zegen, echt iets mooi, echt geweldig, geweldig. Je ziet je zoon gewoon groeien vanaf day one en ja, ik vind het gewoon geweldig om een vader te zijn. Zeker, yes. Zeker. Om gewoon daar te zijn voor hem, om mijn vader liefde te geven. He's just a little me, dus ik weet, hij is niet de liefste. Maar het lukt wel. I'm a quiet me. Maar het lukt wel. Ja, voor mij, ik vind het gewoon leuk om mama te zijn. Het is een zegen. In het begin was het natuurlijk best wel zwaar. Ik geloof elke moeder wel. Maar het is leuk om gewoon te zien hoe jouw kind aan het groeien is. De proces waarin hij zit. Ja, dat gewoon. Ik heb een hele leuke zoon. Een hele lieve zoon. Een hele wijze zoon. Zeker. Hij danst, hij zingt. I just love him so much. It's just a blessing. Yes. Dankjewel guys dat jullie deze video bekeken hebben. Dat waren de Q&A's met familie Dansville. Hopelijk hebben we al jullie vragen kunnen beantwoorden. But let us know in the comment als jullie meer vragen hebben voor familie Dansville. Yes. En kom ook met ideetjes voor ons. Zeker. Dat we kunnen plaatsen op onze YouTube channel. Yes. Blijf onze video delen. Zeker. Blijf abonneren op onze kanaal. Laten we naar 1000 subscribers gaan. Duizend. En we zien jullie bij onze volgende video. Bye.
Bom,